Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren, beter gezegd over de Ortho Laser Master 3. Zoals u hebt kunnen lezen in een post die ik van de week op YouTube heb gedaan, heb ik een probleem met mijn Ortho Laser Master 3. De set screw die aan de zijkant van de laser zit, waarmee je de focus van de laser instelt, dat heb ik altijd al een heel zwak systeem gevonden, omdat ik dat verschrikkelijk stevig aan moest draaien, wilde het niet tijdens het laseren naar beneden zakken en dus out of focus zakken en je werkstuk daarmee vernielen. Van de week helaas heb ik het schroefdraad van niet zozeer de stelschroef, maar het gat waar de stelschroef in moet, heb ik lam gedraaid. Dat is natuurlijk tamelijk bot van mij, maar ja, ik moest het nu eenmaal redelijk zekeren. Dus dat was een probleem. Hoe ga je dat nou oplossen? Dat ga ik proberen in deze video te doen. En daarvoor heb ik een doosje binnengekregen, dat gaan we zo meteen uitpakken. Dat heb ik besteld bij Arthur natuurlijk. Wat het is, gaan we zien. Ik ga proberen het daarmee op te lossen. Waarom zeg ik proberen? Normaal gesproken zou je het met gemak daarmee op moeten kunnen lossen. Waren het niet dat ik daarvoor diezelfde stelschroef nog steeds nodig heb. En dat ik dus een optie moet bedenken waarmee ik in elk geval er een schroef in dat schroefgat kan draaien. Die ervoor kan zorgen dat de laser vastgezet gaat worden. Nou, dat wil ik u gaan laten zien vandaag in deze video. Laten we eerst maar eens even dit kleine doosje uit gaan pakken. Gelukkig, lieve mensen, heeft Arthur een magazijn in Duitsland. Dus het duurde allemaal niet zo heel verschrikkelijk lang voordat dit binnen was. Daarnaast is het toevallig de week van Black Friday. Dus was de aanschaf van datgene wat ik hier heb besteld ook een stuk goedkoper. Nou, ik kan het u alvast voor wegnemen wat het is. Het is wat ze noemen een Z-as adjuster. Oftewel een apparaatje waar je je laser op kunt monteren, dat je niet meer met die stelschroef hoeft te werken, maar met een schroef bovenop. Veel mensen die met lasers bezig zijn, hebben dit wel eens gezien in video's van anderen, ongetwijfeld. Ik vond het ook altijd prachtig, alleen ik vond het altijd weer een hoop geld om uit te geven, specifiek voor dat doeleind. Alleen ja, nu moet ik wel, want ik wil niet meer met die stelschroef werken. Goed, doosje opengemaakt. Er zit een boxje in met styrofoam, of styrofoam met de foam. Een handleidingje. En dan kunnen we zien wat het is uiteindelijk. Hier komt straks dus die laser op te zitten. En met deze stelschroef draaien hem omhoog en omlaag. De montage daarvan, daar zijn video's van online. Dus ik zal in deze video ook een linkje plaatsen naar de video voor de Ortho Laser Master 3, hoe je dit gaat maken. Laten we eens even kijken wat er in de doos zit, los van de handleiding. Een zwart acrylplaat. Ik ben er niet zo dol op die acrylplaten, maar nou ja, goed, als het nodig is, is het nodig. Ik weet overigens niet of ik hem nodig heb, hoor. Laat me dat even duidelijk in zijn. Want dat hangt er even vanaf. Deze Z-adjuster kan namelijk gebruikt worden bij de Ofero-lasers, maar ook bij de OLM-2 en bij de OLM-3. Dus de onderdelen die je nodig hebt verschillen per laser. Dan schroeven. Nou, nog meer schroeven, denk ik. Alleen, als ik het eruit krijg. Aha. Schroeven met nog weer acrylplaatjes. En er staat ook op OLM 2 S2. Dus waarschijnlijk is dit niet bedoeld voor mijn laser. Ja. Dan hebben we nog een zakje. Daar staat op OLM 2. Ook hier allerlei onderdeeltjes die benodigd zijn bij, voor de OLM 2 in dit geval. Even kijken. Nog meer schroefjes en dingetjes. OLM 2 Pro. Heeft duidelijk minder onderdeeltjes nodig. Alhoewel, ik weet niet welke van de andere zakjes er ook nog op een toepassing zijn. Ik denk dat dit voor de Afero is. Afero laser. AL. En het belangrijkste onderdeel van het hele gebeuren is deze vriend hier. Want dit is degene die straks, hier komt straks de laser op gemonteerd te zetten. En dan kan je hem omhoog draaien met deze stelschroef. Nogmaals,
Ik moet de laser hierop vastzetten, dus ik heb de originele stijlschroef nog nodig om dat te doen. En of dat met die stijlschroef gaat gebeuren of met een ander, dat moet ik even naar kijken. Want, nogmaals, het schroefdraad van de laser zelf is lamgedraaid. Goed, we gaan zien hoe dit gemonteerd gaat worden, welke onderdeeltjes ik nodig heb, want daarvoor ga ik de video erbij halen. Die ga ik hier niet laten zien, ik verlink hem wel. Maar dan kan ik zien welke onderdelen ik nodig heb om dit te monteren. Zo, het eerste wat we moeten doen is de laserkop verwijderen. En je ziet, ik heb hem op dit moment tijdelijk vastgemaakt met een lijmklem. Ik ga even verlichting aanzetten. Zo, dan hebben we licht. Wat ik nu ga doen is de stekker eruit halen. Heel belangrijk bij dit soort dingen, altijd de stekker eruit. Zodat er geen stroom op de machinerie zit. Ga ik de houtklem verwijderen. Zo, als het goed is hebben we die niet meer nodig. Dat hoop ik toch in elk geval. En dan gaan we het probleem zien. Hier zit hier die stelschroef. En die kan ik er zo uittrekken. Ik zal het even op deze kant doen. Zie je dat? Die wil er niet meer in. En als het goed is, is dat het schroefdraad aan de binnenzijde, denk ik. En niet de stijlschroef zelf, zeg maar. Dan moeten we natuurlijk de stekker van de stroom van de laser eruit halen. En de air assist ook even doen. Zo. En nou kan ik de kop eraf halen. En kan ik met die kop gaan werken. En dat ga ik dan ook doen. Ik ga hem eerst even schoonmaken. Dan zal ik moeten zien dat ik hier toch een schroef ingedraaid krijg. Zodat ik hem vast kan zetten. Want dit hier is dus helaas dolgedraaid. Nou, daar gaan we mee beginnen. Volgende stap is dat we die adjuster nemen en die gaan we helemaal omhoog draaien. Want we hebben ruimte nodig. Oké, dan zien we hier vier gaten zitten. En die corresponderen met de onderste en met deze twee. En met de bijgeleverde schroefjes gaan we die erin draaien. Dat doe ik even off camera zodat ik wat ruimte krijg. Maar dan weet je wat ik ga doen. Dus deze twee gaatjes en die twee gaatjes. Daarin en daarin. Daarin en daarin. Met deze schroefjes. Zo, die zit er ook op. Nu pakken we de achterplaat die we eraf hebben gehaald. En een van de plaatjes die erbij zat. Dit plaatje. En dat wordt er zo op gemonteerd. En dat doen we met twee kleine schroefjes die hierbij zitten. Ja. En gaan we even doen. Even kijken of ik dat op de camera kan doen, met de camera erbij, laat ik het zo zeggen. Eventjes zien hoor, want dat is wat pielen. Ja, dat gaat. Even de andere schroef, ik heb hem nog niet vastgezet, dat ga ik zo doen. Zo, dat zit ook. Oké, en dan gaan we dat nu, dit gedeelte, dus nu de zwarte plaat aan de achterzijde, monteren op deze vier gaten. Dus de vier gaten op de zwarte plaat
gaan hierop worden gemonteerd met de laatste vier schroeven die ik erbij heb zitten. Dat doe ik weer even off camera, zodat ik de ruimte krijg om even te werken. Zoals je ziet zit ook deze plaat er nu op. Ik heb nu een iets dikkere schroef genomen, ietsjes dikker, en die er heel voorzichtig in gedraaid en dat lijkt te werken. Hij hoeft ook al maar één keer te houden, want als die eenmaal goed zit, zit hij goed natuurlijk. Dus we gaan nu de laser plaatsen in de slede die we net teruggeplaatst hebben. En die gaan we vastdraaien met die schroef. Doe ik even off camera, want dit is natuurlijk de belangrijkste stap op dit moment. En dat werkte perfect. Nu is het een kwestie van de kabels terugplaatsen. En je zou zeggen gaan beginnen, maar niets is minder waar. Ik ga wel eerst even de kabels terugplaatsen, maar dan ga ik laten zien wat we nog meer moeten doen. Nog een hele belangrijke stap, want door de plaatsing van die Z-adjuster komt de laser verder naar jou toe en dus gaan de eindstops niet meer werken. Nou, die eindstops, dat zijn hele aparte in deze lasers, in deze OLM 3. Het is namelijk deze schroef hier en je ziet dat er een tweede gat is. En dat tweede gat is dus, als je dit apparaatje gaat gebruiken, dus deze schroef, en dat geldt ook aan de andere kant, moet verplaatst worden naar achteren. En dan moet het goed zijn. Dus ik lever wel een heel klein beetje in, 1,5 centimeter op werkruimte. Maar dat vind ik niet zo erg. In elk geval heb ik daar dat gezeur met die schroef niet meer. Oké, dus we pakken de schroevendraaier. Ik zal hem een beetje uit de weg halen. Ik draai hem los. Pas dat ik hem niet verlies. En ik verplaats hem naar de achterste van de twee. En aan de andere kant doe ik datzelfde. Kan nu de stekker er weer in. En zouden we in feite klaar zijn, klaar moeten zijn voor gebruik. En zoals we zien werkt het. Je kunt hem dus omhoog en omlaag draaien met die zwarte knop die bovenop die Z-adjuster staat. En we zijn weer in bedrijf. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Daag.